Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuw seizoen van De Verbouwing. Als je seizoen 1 nog niet hebt gezien, ga die alvast eerst even kijken. Ik zal de link van het eerste aflevering van seizoen 1 even in de bijlage zetten. Oh ja, jullie weten het helemaal niet. Oh ja, shit. In dit seizoen ben ik echt op zoek gegaan naar een nieuw bed. Ik was zo klaar met het palletbed en er zat er allemaal stof onder. En op een gegeven moment, ja, is het gewoon ook geen fijn en mooi bed meer. Dus daar ben ik op zoek gegaan naar een nieuw bed. Sinds september, oktober ben ik op zoek gegaan. Dus het is echt wel een half jaar eroverheen gegaan. Voordat ik eindelijk het goede bed had. En voordat het eindelijk is gemaakt. Voordat het eindelijk hier boven staat op mijn kamer. De laatste aflevering zie je pas echt wat het eindresultaat is geworden van mijn bed. Dus ik hou het nog lekker geheim voor jullie. Veel kijkplezier! Mama is altijd te laat. Altijd. Half elf hadden we afgesproken. Het is alweer 22:50. Vet irritant, dus je kunt gewoon niet op haar rekenen. Nu zit ik hier te wachten in de auto. Irritant. In Almelo Beland. Wij gaan een bed uitkiezen voor mij, want ik wil graag een nieuw bed. We zijn bedden aan het uitkiezen. Uitzoeken eigenlijk. En deze kleur wil ik heel graag. Vind ik heel mooi. Ik stuiter hem al. Ik vind dit niet fijn. Ja, nee, je zult wat meer ervaren dat je wat minder makkelijk kan bewegen eigenlijk in dit moment. Ja. En mijn hele kont zit erin. Ja. Dat vind ik niet fijn. Klopt. Je zult zien dat later je wel wat meer overeenkomt met het kousgaan qua stevigheid, maar het ligt wel wat anders. Voel je echt verschil met die? Voel je niet zoveel verschil? Nee. Volgens mij is die harder, denk ik. Ja, die veert eigenlijk wat mooier terug als het. Ja, dat is wel een vrij stug materiaal, zeg maar. Oh ja. Oh, ik vond het steviger, ja. En nu met de kleur dan? Deze in drie kleuren moet je eruit beschikbaar. Oh, nou, dan kun je wel een luxere uitvoering doen. Dat kun je met een seconde al luisteren. Ja, dit is best wel stevig. Kijk, ik hou de verschillen uit. Leg me heel goed. Want gezien het gewicht hoeft dit niet. Maar het heeft te maken met waar je voor kunnen uitgaan. Nou, onderweg naar huis. Ik ben wel een stuk... Oh. Ik ben wel een stuk wijzer geworden. En ik weet ook al wel echt wat ik wil. Dus dat is fijn. We zijn weer bij Almelo Boulevard. En deze keer heb ik iemand meegenomen. Stel jezelf even voor. Nee. Luna aan het sturen. Wow. Nu voel ik de pressure. Pressure. Under pressure. Nou, maar dit komt er niet in hoor, jongen. Ja, dit gaat er wel in. Ah, donders mooi. Run! Dan komt er misschien wel in. Run! Hele mooie Altea. We gaan even kijken of Jorik ook het bed mooi en fijn vindt. En Altea XL. Hele mooie Seat. Waar ga ik mijn parkeren? Hier links? Ja, hier links. Ja, nou, u de maakt. Oei. Onze vriend Jorik is mee. Hey. We gaan even kijken of het bed wat ik graag wil ook gewoon kan bij hem en zijn maat en zijn gewicht en zo. Dus daarvoor zijn we weer hier. Ik ben helemaal vergeten te filmen, maar we hebben een offerte. En 100 euro korting tot en met 1 november. Dus voor 1 november heb ik sowieso een nieuw bed. Ja, hallo. We zijn een tijdje verder. En ik heb besloten, mijn bureau gaat weg. Hij gaat een verdieping lager. Slik me bijna. Mijn broer is nu verhuisd. Dus we hebben een kamer over. En nu met corona werkt mijn vader gewoon heel goed thuis. Dus zijn kamer is veranderd naar een kantoor. En daar gaat deze ook naartoe. Dan heb ik hier gewoon meer ruimte. Let's go! Komt zo binnen. Het is nog een beetje rommelig en de zon die schijnt heel erg verkeerd.
Maar dat wordt wel wat. Ellende. Zweetvlekken. Oh ja. Tof? Nee. Wat is dat ding zwaar? Ik denk zo'n 30 kilo. Is dat veel? De trap is ook een klein beetje beschadigd. Even in een goede plek. Zetten. Oh, wacht even. Laat ik even de tafel erop leggen. Zo moet hij. Dan sluit hij met die van papa ook mooi aan. Dan besteed dit maar uit. Dat mag niet uit, of wel? Nou, hey! Ik geen idee wie dat is hoor. Oh, hey. Bo. Wat doe jij dan? Mijn kantoor. Ga je bij papa werken? Ik ga niet bij papa werken. Papa gaat bij mij werken. Dus je nieuwe bureau? Nee, die heb ik toch al. Maar je kamer wordt functioneel gebruikt. Deze. Waarom is het niet mooi hier? Lekker tegen papa aan. Wow, die ruimt vandaag heel toevallig de televisie op. Dat komt ons goed uit. Wat er nog hier moet gebeuren is dat die schilderij... Papa wil hem heel graag op de muur, ja. Dat is mijn waswezen, hang maar op. Die moet nog aan de muur. En wij hebben bij de IKEA deze twee latjes gekocht. Dit wil ik hem zo op de muur maken. Zo. Dat kun je nou niet goed zien. Maar met allemaal LP's erop. Dus dat is wel leuk. Even kijken wanneer papa tijd heeft om dat op te hangen samen. We zijn een week verder. Coronatest verder. Negatieve test. Ja, negatieve uitslag verder. Verkoudheid. Bijna aan het eind. En ik heb het nog steeds niet gedaan. Dus ik heb tegen jullie gelogen, vanmorgen doe ik het wel, maar nee, volgende week. En ik word helemaal gek van mezelf. Want mijn kamer is echt een bende. Alles bestel en dit moet allemaal weer retour. En ik... Als ik dit nou eerst regel, heb ik weer een plekje vrij voor rust in mijn kop. Opruimen eerst. Plaat maken. Schuiven, alles schuiven, schuiven, schuiven. En dan is het weer zo'n feest. Met mij. Oh ja, deze lamp moet eerst weg. Shalala. Let's go. Beschadigt het niet? Nee. Allemaal troep. Voor de mensen die het niet weten, ik heb deze ook zelf gemaakt. Ik vind het bijzonder dat hij nog blijft staan. Ah! Dat gaat passen. Het gaat helemaal niet passen, joh, met die... Oh, nee. En hoe gaat die spiegel hier dan? Oh, wat erg. Oh, wat erg. Ik krijg het er warm van. Fuck, die poot, die zit helemaal niet fijn. Helemaal niet veilig. Nou ja, dit staat. Soort van. Nou, bij de volgende bouw koop ik ook wel een nieuw bureau. En dit kan echt niet. In de volgende aflevering van De Verbouwing. Nou, plantje gekocht. En nu het klapstuk. Ja, maar dan moet je niet eerst dat plastic en dat papier eraf halen hier. Trek je er gewoon uit.